Goedemorgen, welkom in de Eilandspolder. Het is begin november, het is bijna 8 uur, de zon komt op en we gaan op zoek naar wintergasten. Je ziet er al wat zitten op het water. Nou, dit wordt een hele mooie dag. We zitten nu op het meertje De Leij in de Eilandspolder. En zoals je kan zien is het nu nog een beetje uitgestorven. Dat we net het water op gingen. Toen zaten er wel wat ganzen zaten te slapen hier zo. Die vlogen allemaal weg. Maar waar we eigenlijk op zoek naar zijn, zijn de smieten. En als je goed luistert, dan hoor je ze, maar je ziet ze nog niet op het water. Smieten zijn namelijk nachtdieren. En s'nachts zijn ze op zoek naar eten, gras op de sappige weilanden. En overdag gaan ze rusten. En dan liggen ze vaak hier op het meertje. Met honderden gelijk. En soms wel duizenden. Wat heel leuk is in de schemer, 's ochtends en 's avonds, en dan vooral in de winter, is dat heel veel vogels die verlaten hun slaapplaats. En als je nou in de lucht kijkt, zie je heel veel meeuwen die vannacht allemaal bij elkaar hebben gezeten. En die verspreiden zich nu weer door het hele land heen. En zo hebben we ook verschillende slaapplekken voor bijvoorbeeld zilverreigers. En die zilverreigers die zitten ook met z'n allen in het bosje. En overdag gaan ze allemaal op pad. En ook de zilverreigers die trekken allemaal massaal naar Nederland. In de zomer zie je ze ook, maar in de winter zijn het er veel meer. En een ander grappig weetje is ook dat de gewone reiger, de blauwe reiger, dat was vroeger ook een echte trekvogel. Die zag je niet in de winter in Nederland. In de winter waren ze gewoon weg, waren ze naar het zuiden getrokken. Maar omdat de winter steeds warmer wordt, komen nu ook de reigers uit Duitsland en uit het noorden naar Nederland toe. Dus vroeger hadden we in de winter geen blauwe reigers. En nu hebben we alleen maar meer blauwe reigers in de winter. De smieten die nu met grote getalen in Nederland zijn aangekomen, die komen deze kant op om te eten. In het noorden waar ze vandaan komen, daar is het nu heel erg koud en kunnen ze heel moeilijk bij hun eten. Dus ze trekken allemaal naar het zuiden toe en allemaal naar waterrijke plekken die je heel veel hebt in Nederland. Het mooie ervan is dat ook bijvoorbeeld de slechtvalk, die zit ook in het noorden, die trekt ook deze kant op. Want die kan daar ook zijn eten niet meer vinden. En het is niet dat de slechtvalk op zoek is naar gras, zoals de smieten, en dat hij op die manier er niet bij kan. Nee, hij is juist op zoek naar die smieten. En die smieten trekken allemaal deze kant op. En de slechtvalk vliegt achter ze aan, zodat hij hier ook een lekker maaltje heeft. Wat in de winter erg leuk is, is om in het donker, in de nacht, door de polder heen te lopen. Dan hoor je al die fluiteentjes, de smieten. En die zijn allemaal op zoek naar eten in de weilanden. En als je dan overdag komt kijken, dan zie je allemaal van die kleine gaatjes in de grond zitten. Het lijken net een soort muizenholletjes. En daar hebben de smieten gegeten. En wat ze dan het allerlekkerste vinden, is dan om aan de puntjes van de wortels van het gras die te eten. Die zijn lekker vers. Wil je nou zelf ook een keer genieten van al die wintergasten die in de Eilandspolder zitten? Kom dan een keertje mee met onze excursies. We draaien 3 wintergasten excursies en dan vaar je door de groepen smieten heen. Met een beetje mazzel kom je ook nog een slechtvalk tegen. En als je een echt groot vogelspektakel wil meemaken, kom dan begin maart een keertje langs. Dan zijn alle wintergasten die zijn er nog en onze weidevogels komen dan binnen. Dus misschien kom ik je nog een keer tegen.